De selectie van Suriname traint deze week op het Sportpark Irene in Rijswijk. Twee keer per dag wordt er getraind, maar er worden ook wedstrijden gespeeld. Inmiddels hebben ze al gespeeld tegen Jong Feyenoord en tegen FC Den Bosch. En deze week komt Sparta als tegenstander. Na een van de trainingen een mooie gelegenheid voor ons om te praten met de bondscoach van Suriname, oud-Feyenoorder Dien Goree. Dien, hoe lang bondscoach van Suriname? Ik heb een 2 jaar contract getekend. Vorige maand begonnen. En bevalt het er nu toe? Fantastisch. Mooie groep, leuke groep. Mooi land natuurlijk, hè. Dat is ook niet verkeerd. Het land waar ik ben geboren. Dus al met al mooie ervaring. Als je kijkt, als je begint naar het niveau, is dat je dan mee of tegengevallen? Nee, ik kende het niveau toch al wel. Het enige is nu... Nu kan je ze meten tegen de profs in Nederland. En dat heb ik natuurlijk nog niet gehad. Weet je wel? Ik ken het niveau van hier. En wat is het mooiste als je het niveau van hier vergelijkt met het niveau waar we in zitten. En dan kan je eigenlijk, je meetmoment heb je gelijk al. Dan weet ik gelijk, oké, daar zitten we ten opzichte van de Nederlandse profs. En als je dat dan inderdaad vergelijkt met Nederland, zeg je dan top amateurniveau? Jawel. Het is moeilijk om uit te leggen eigenlijk. Eigenlijk is het, moet je zo zien, heel veel talent. Heel veel goede dingen, maar dan toch amateur. En dat is natuurlijk heel simpel, omdat ze 2 keer per dag trainen, of 2 keer per week trainen. En als je prof in Nederland bent, dan train je 2 keer per dag. Maar de selectie bestaat nu uit allemaal spelers die ook actief zijn in de competitie in Suriname. Ja. Er lopen natuurlijk in Nederland heel veel talenten rond, die zou je er best graag bij willen hebben, denk ik. Ja, laten we eerlijk zijn, als je met de topspelers van Surinaamse afkomst in Suriname gaat voetballen voor Suriname. Dan ga je in één keer van een CONCACAF-land die redelijk is naar een top CONCACAF-land die meegaat delen aan de kwalificatie voor een WK. Waarom een trainingskamp in Nederland? Precies zoals ik al zei, ik heb hier mijn contacten. Ik weet hier hoe hoog de spelers staan in de wereld als het gaat om tactisch vermogen, technisch. En dus je kan je goed meetmoment hebben. En op de tweede plaats kwam ik hier ook een beetje verkoeling eigenlijk. Ja, dat was natuurlijk de eerste week tegengevallen. Ja, het is nog warmer dan Suriname. Dus een stukje minder. Er worden ook wedstrijden gespeeld. Jullie hebben gespeeld tegen Jong Feyenoord, tegen Den Bosch. Volgende tegenstander is Sparta. Dat zijn toch wel leuke tegenstanders voor de spelers. Ja, het is geweldige ervaring voor de jongens. Je speelt tegen spelers die fulltime prof zijn. En die een opleiding hebben gehad met een professionele instelling. En dan de jongens die hier hebben allemaal een baan. Ja, de ene werkt bij de brandweer, de andere werkt in een winkel. En zo in de soldaat, noem maar op. Dus voor mij is het natuurlijk heel goed om te zien waar ze eigenlijk staan ten opzichte van de jongens hier. Dus zo dat jullie bereiden, denk je toch wel ergens op voor? Ja, wij delen mee aan de Nations League. Dat is een nieuwe opzet. En vanuit de Nations League hebben we 4 kwalificatiewedstrijden waardoor we in een pool komen. Je hebt pool A, pool B en pool C. Als je in pool A terechtkomt, dan kwalificeer je rechtstreeks voor de Gold Cup. En dat is een prestige cup, hè, in Amerika. Dus dat is de CONCACAF. Dus de Gold Cup is volgend jaar, 2019, in Amerika. Als we drie van de 4 wedstrijden winnen, dan zijn we zo goed als zeker geplaatst. En daar is eigenlijk nu de doelstelling. Wij zijn hier aan het trainen hier, trainingskamp op het Sportpark Irene in Rijswijk. Tevreden over de faciliteiten? Ja, als je ziet de amateurclub hier met geweldige faciliteiten. Dat is niet wat we in Suriname hebben, dat is 1. We hebben een kunstgrasveld, maar als je kijkt naar de grasvelden die hier zijn en de kwaliteit van alles eromheen. Dan kunnen we heel trots zijn en heel blij zijn dat we hier zo kunnen trainen. Wanneer is jouw trainingskamp geslaagd? Zodra ik weet dat we progressie maken. Progressie in de zin dat we stappen maken als team om op een hoger niveau te komen. We hoeven niet met deze groep het WK te halen, laten we gewoon heel erg reëel zijn. Maar we kunnen wel stappen maken om eindelijk toch die Gold Cup in te komen. En dat is al hete prestatie. Hoef je aan de spelers dat ze het ook naar de zin hebben? Ja, die hebben het geweldig naar de zin. Net als de staf, net als ons allemaal. En ik denk dat dat ook een basis is voor de uitkomst van een trainingskamp.